Meer dan 200 jaar geleden. IJze IJzinga. 200 jaar geleden gingen de meeste kinderen niet naar school. Ze moesten werken en geld verdienen. Omdat ze niet zelf konden lezen, wisten ze alles alleen maar van horen zeggen. De Fries IJze IJzinga werd net als zijn vader arbeider. Maar hij was zo knap dat hij nog kon studeren ook. Gelukkig woonde hij dicht bij een universiteit. Op zijn 15e schreef hij een dik wiskundeboek en op zijn 17e een boek over sterrenkunde. In 1774 werden de mensen bang gemaakt door een dominee die beweerde dat de wereld zou vergaan door een botsing van de maan met vier planeten. Om te laten zien dat dat onzin was, bouwde IJzinga in zijn eigen huis een heel zonnestelsel met de aarde, de maan, de zon en de planeten die bekend waren. Dat zelfgebouwde mechaniek werkt nog altijd heel precies. Nu er zoveel meer bekend is over de ruimte, blijft er toch allerlei bijgeloof over de sterren bestaan. Wat weet jij van de sterren en planeten? Soms kijk ik wel eens, want ik heb een telescoop. Nou, maar meestal is de lucht niet zo helder, dus zie ik nooit sterren. Als ik naar de sterren kijk, dan vind ik het altijd wel mooi. Al die kleine lichtjes in de lucht. Dan ga ik kijken of ik van die sterrenbeelden zie, zoals de steelpan en de grote beer. Soms probeer ik ze ook te tellen. Ik ken de planeten. Mars, Jupiter, Mercurius, Venus, Uranus, Neptunus, de aarde en Pluto bestaat niet meer. Omdat ik te klein was, dus dan behoort het geloof ik tot de dwergplaneten. En wat ik weet over Saturnus en Jupiter, het zijn gewoon bolle gas met een kleine kern. Het is dus dat je daar niet op kan staan, want dan zak je er aan de andere kant weer uit. Volgens mij is Jupiter een hele warme planeet. De planeet Mars is bijvoorbeeld, die is heel erg rood. Dat is een planeet waar nu heel veel onderzoek wordt gedaan naar of er nog leven was of zo. Ik denk dat er op andere planeten geen leven is. Ja, misschien toch, maar ik denk het heel erg. Ja, ik denk het niet, anders zouden ze wel iemand gezien hebben na alle keren dat ze er zijn geweest. Ik denk niet dat sterren kunnen vertellen wat er met je gaat gebeuren. Die horoscoop vind ik heel erg onzin, omdat het eigenlijk nooit uitkomt. Het is wel leuk dat je zeg maar een sterrenbeeld hebt, maar voor de rest kan je er eigenlijk helemaal niks mee. Wat is jouw sterrenbeeld? Ik ben een kreeft. Ik ben een ram. Maagd. Vissen. Ik ben een kreeft. Steenbok. Ik ben een maagd. Ik ben een boogschutter. Waarom is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar sterren en planeten?